Hallo, ik ben Robbie van Flair en ik ben hier in de gangen van de VRT. Zoals jullie al wel weten is het deze zondag 18 oktober de Flair Shopping Day. En daar gaan we ook een dagje Flair on air maken. Maar we kunnen best nog wel een spoedcursusje radiomaken gebruiken. En waar zouden we dat beter kunnen volgen dan bij Astrid de Meuren herself van M&M. Astrid, wat is het allereerste wat ik nog zeker moet bijleren voor ik radio ga maken? Wat heel belangrijk is op radio is dat je mooi praat, dus articuleert en ook vooral niet te snel gaat praten. Oké, klaar? Ja, Antwerpen-Brussel is 35 minuten via de E19. Het gaat daar traag vanaf Mechelen-Zuid. Ga jij nu eens doen? Oké. Er staat 145 kilometer file. Van Gent naar Brussel rij je 50 minuten met vertraging vanaf Aalst. Antwerpen-Brussel is 35 minuten via de E19. Buiten goed articuleren, mooi praten, niet te snel praten, is muziek natuurlijk ook heel belangrijk op radio. Maar ik heb gehoord bij jullie zondag dat het volledig in handen ligt van de lezers. Ja, dat klopt. Onze lezeressen die hebben helemaal zelf een eigen playlist samengesteld. En de nummer 2 ga ik misschien al eventjes verklappen. Dat is er eentje van Beyoncé, maar nummer 1 mogen we natuurlijk nog niet verklappen. Beyoncé, ze zeggen altijd, a Beyoncé a day keeps the doctor away. Wat zijn de basisknopjes en schuivertjes, of wat het ook mogen zijn? Maar voor wat dienen die juist? Welke heb ik zeker nodig om één dagje radio te kunnen maken? Het is belachelijk veel, maar we gebruiken het belangen niet allemaal. Je mag zelf ook eens voelen, bijvoorbeeld als je een plaat wil instarten, mag je deze omhoog doen, die moet tot aan nul komen. Met het witte streepje tot aan nul. Ja. De leukste van allemaal vind ik, dat is een jinglebak. De wildste geluiden, je kan het niet zo zot bedenken, maar daarmee kan je dus wel heel leuke radio maken. It's magic. Hey, hoe ga ik dat in één mooi geheel kunnen doen, Astrid? Heel belangrijk is zo'n outro en een intro kunnen volpraten op radio. Dus ik heb gewoon twee plaatjes klaarstaan en ik zal voor dat we gewoon eens doen. Voilà. Ik zal het dus voordoen en daarna staan we. The Weeknd met Can't Feel My Face. Het is een ex-big hit hier op M&M. Maar eerst nog een heldin van eigen bodem. Dit is Sela Su met Alone. Goedemorgen. Goed. Dit was The Weeknd met Can't Feel My Face. Weet je dit weekend nog niet wat gedaan? Dat is geen enkel probleem, want het is op zondag Flair Shopping Day. Want daar worden nog veel meer leuke platen gedraaid. Zoals deze van Sela Su, Alone. Tot zondag. Dat is perfect. Ja, okay. Goed, ik heb hier vandaag echt heel wat bijgeleerd. En Astrid denkt dat ik het een beetje ga kunnen zondag. Je bent heel spontaan en hoe raar het ook mag klinken, lach op de radio is enorm belangrijk. Dus zolang dat je zondag je lach meebrengt, komt alles goed. Oké, ik hoop het wel en ik zie jullie zondag op de Flair Shopping Day. Zoals... Nee, dat was het.